Welkom bij deze korte aanvullende video over nulkrachtstaven. Dit uh, is het tweede deel van les 3 van, van Staatkamer. We gaan in een paar minuten nog even gaan kijken naar het begrip nulkrachtstaven. Uh, wat het zijn, wat je ermee kan uh, en wat ze eigenlijk doen. Uh, we beginnen waar we eindigden bij uh, deel 1 van uh, les 3. Um, want daar hebben we een, een vakwerk doorgerekend en is ons opgevallen dat er in twee staven die we berekend hebben, in dit geval staven GF en EF, geen kracht gevonden werd. De krachten die bij de staven was berekend als zijn er nul. Um, en dus zit er geen kracht in die staven. Dat zijn daarmee uh, nulkrachtstaven. Zo noemen we die uh, op zich. Een logische naam van een staaf waar nul kracht in zit. Dus wat dat betreft, een prima naam. Als je het mij vraagt. Um, maar belangrijk is dus, of handig is dan natuurlijk. Als je al in de vroeg stadium voor je berekeningen. kan bedenken, kan zien, kan uitvinden. waar die nul zitten. zodat je daar of uh, geen rekening mee hoeft te houden in je berekeningen. Hè, want die kan je dan overslaan, scheelt weer een berekeningsstapje. Um, of uh, dat je uh, daar al, al meteen uh, vanaf het begin af aan inzicht in hebt. Er zijn twee manieren om nulstaven te herkennen. De eerste is dat je kan zien dat er, als je naar die knooppunten kijkt, maar één staafkracht is per evenwichtsvergelijking. Met andere woorden, er is maar één staaf in die richting in dat knooppunt aanwezig. Kijken we hier bijvoorbeeld naar, naar dat punt F. Dan zien we dat in dat punt F er maar één staaf is in verticale richting en maar één staaf is in horizontale richting. Dus dat moet wel betekenen dat er in die staaf geen kracht zit, want hè, de som van de verticale en horizontale krachten is 0. Als er verder geen andere horizontale of verticale krachten zijn, moet de dus wel uh, de, de staaf wel uitkomen op 0. Datzelfde geldt ook voor de punt C. Hè, daar hebben we wel twee staven in horizontale richting, hè, BC en CD. Maar hebben we maar één staaf in verticale richting, dus geldt dat ook staaf CH of HC. Een nulkrachtstaaf is omdat in punt C er geen enkel andere verticale kracht is. voor het de verticale evenwicht. Een andere waar je ze op kan herkennen is. een onbelaste uiteindes. We zien hier een vakwerk waar eigenlijk het hele stuk van D naar C naar B. of van B naar C naar D. niet belast is. En daar ook zul je zien dat die staven. geen kracht zullen gaan afdragen. Want. Valt op zich ook wel, wel te verklaren, die kracht van 3 kN die hier staat, die wil naar die steunpunten toe. Dus die zal de kortste route nemen naar die steunpunten toe. En die gaat dan niet eerst helemaal naar een puntje toe en dan weer terug. In de wereld van krachten bestaan geen toeristen. Dus het hele uiteinde tussen B en C en D en C zal onbelast blijven en geen krachten nemen. Eigenlijk de vraag is dan: kunnen we die staven dan ook herkennen als ze er niet al van tevoren in staan? Nou, dat kan natuurlijk uh, per definitie, hè, want anders dan hadden we hier niet, uh, niet gezeten. Um, maar uh, het is goed om uh, per uh, geval eens even te kijken: wat zien we daar aan, uh, uh, wat zien we daar aan uh, normaal krachtstaven of nulkrachtstaven krachtstaven? Uh, en uh, waarom zit dit daar? Nou, allereerst. He, dit is uh, situatie 1. Um, als we per uh, uh, knooppunt gaan kijken, dan zien we dat deze staaf van G naar C een nulkrachtstaaf zou moeten zijn. En waarom? Omdat als ik in punt G ga kijken, en dat is bij het vorige voorbeeld dat we hadden: uh, is uh, in G die staaf van C naar G de enige kracht in verticale richting. En dus zal dat wel een nulkrachtstaaf moeten zijn. In het tweede scenario dan, uh, daar vinden we ook twee nulkrachtstaven. Namelijk de staaf van E naar B en de staaf van D naar C. Puur weer enkel en alleen omdat ik hier in punt E maar één kracht heb in verticale richting. En die dus wel nul moet zijn, namelijk de kracht van E naar B. En datzelfde geldt hier in punt C. En in punt C hebben we een roloplegging. Dus daar zit een, een horizontale steunpuntreactie. Um, dus is de kracht van C naar D de enige verticale kracht. En is dus die staaf nul. Nou, we komen er inmiddels uh, lekker in. Uh, en zien we in uh, situatie 3. Ik zal het er nog even bij zetten. Natuurlijk ook direct dat de staaf tussen B en D uh, wel een nulkrachtstaaf moet zijn. Uh, om dezelfde reden als dat bij uh, Situatie 1 en 2 natuurlijk ook het geval was. Bij de laatste situatie, situatie 4, eh, hebben we drie nulkrachtstaven, namelijk deze, eigenlijk alle verticale in dit, in dit, uh, uh, dit vakwerk, eh, met als we naar die steunpunten kijken, een uh, steunpunt, knooppunt, eh, waarin we zien dat er maar één verticale kracht aanwezig is en dat die dus automatisch nul moet zijn. Zo zie je dat je uh, uh, met een beetje training en een scherp oogje uh, redelijk snel en redelijk makkelijk in vakwerken kan zien uh, wat de nulkrachtstaven zijn. Uh, en uh, dat kan je een hoop rekenwerk schelen. Maar waar zijn ze nou goed voor? Nou, een van die dingen uh, is dat hè, we altijd rekenen voor één situatie uh, bij, uh, bij Statica. Maar het is natuurlijk altijd voorkomen dat de krachten uh, op een andere manier op een constructie komen te staan. En dan zie je dat. Uh, de situatie waar we net mee eindigden, situatie 4, waar we drie uh, verticale krachten hadden. Of we drie verticale uh, nulstaaf hadden. Uh, uh, als dat belastingsgeval verandert, dus niet meer hier een kracht zit van 198 kN, maar er hier een kracht komt zitten, dat die staaf, daar ga ik daar een ander kleurtje voor gebruiken, dat die middelste staaf ineens geen nulkrachtstaaf meer is. Uh, dat komt natuurlijk omdat we nu naar dit knooppunt hier gaan kijken. Um, er ineens twee verticale krachten zijn, namelijk die belasting op de constructie en die staaf uh, die uh, um, ja, daar in het midden zit. Een andere is uh, de vormvastheid van constructies. Uh, op het moment dat uh, deze staaf één geheel zou zijn, ah, dat even weg, uh, dan uh, wordt die staaf automatisch meteen hè, twee keer zo groot in dit geval. Uh, wordt die hier niet meer op zijn, uh, op zijn plek gehouden. Uh, en wat er dan kan gaan gebeuren is uh, wat men noemt knikken. Nou ja, als die uh, staaf op uh, druk belast wordt, uh, denk aan uh, bijvoorbeeld uh, linealen. Als je die op een tafel zet, die gaat erop drukken, dan, uh, dan gaat je liniaal zo'n vorm krijgen. dus op een naam. Uh, dat noemen we knikken. Uh, en dat uh, uh, de kans op knikken neemt toe naarmate die, uh, die staaf langer wordt. Uh, en dat is de reden waarom uh, er vaak gekozen wordt om toch die uh, verticale uh, staven op te nemen in een uh, constructie. Om ervoor te zorgen dat dat knikken niet gebeurt. En we maken de lengte um, uh, een half uh, korter. Uh, we houden hem hier nog eventjes netjes op zijn plek, waardoor die uh, minder snel zal gaan knikken. En dus de constructie sterker en stijver wordt. Um, uh, en. Uh, uh, een langere levensduur zal hebben. Dus dat zijn twee uh, uh, manieren, of twee redenen eigenlijk, waarom die normaal krachtstaven wel in constructie zitten. Dat was voor nu heel kort uh, het verhaal over nul krachtstaven. Uh, heel veel plezier en heel veel succes hiermee. En tot de volgende.